My great prayer is that the Lord is working in your life. Mijn gebed is dat de Heer werkt in uw leven. That you will know the Savior who has become so dear to me. Dat u de Heiland zult leren kennen die voor mij zo dierbaar is geworden. Before I get started, I would like to thank the pastor of this church and his wife for the wonderful conversations we had. En voordat we verder gaan wil ik de predikant van deze gemeente en zijn vrouw bedanken voor het fijne gesprek dat we hebben gehad. I had no idea your church was pastored by a Peruvian. Ik had er geen benul van dat uw kerk werd geleid of dat uw predikant uit Peru kwam. I know he's a dear pastor to you, but I was trying to convince him to go back to Peru. Ik weet dat hij uw dierbare predikant is, maar ik heb hem ervan proberen overtuigen om terug te gaan naar Peru. I told him that God loved him and I had a wonderful plan for his life. Ik heb hem gezegd: God houdt van je en ik heb een geweldig plan met je leven. Before we get started, I only have a couple more days here in Holland, so let me say this. Voordat ik verder ga, ik heb nog maar enkele dagen in Nederland, dus dan wil ik dit graag zeggen. How much do you think about missions? Hoeveel denkt u na over zending? The fact that there are countless places all over the world where the gospel is never preached. Het feit dat er zoveel plaatsen op deze wereld zijn waar het evangelie nooit wordt gepredikt. I would cry out to all of you, but especially the young people. En ik doe een oproep aan jullie allemaal en in het bijzonder aan jonge mensen. To offer your lives to God. Om je leven weg te geven aan God. You see, the great commission is given to every true believer. De grote opdracht is gegeven aan elke ware gelovige. Every believer is to be greatly concerned about the great commission. De grote opdracht behoort elke gelovige aan het hart te gaan. Now the great commission can be divided up into two ministries. De grote opdracht kunnen we opdelen in twee bedieningen. You either go down in the well. Of je gaat naar beneden de bron in. Or you hold the rope for those who are going down. Of je houdt het touw vast voor degenen die naar beneden gaan. You should either go as a missionary or support those who go. Of je gaat als zendeling of je ondersteunt hen die gaan. Because the great commission is indeed important to God. Omdat de grote opdracht voor God heel belangrijk is. To spread his glory throughout the world. Om zijn heerlijkheid te verspreiden over de hele aarde. But also, maar ook. God loves people. God houdt van mensen. I know that may be hard for some of you to believe. Ik weet dat voor sommigen van jullie dat moeilijk is te geloven. But God is a God of love. Maar God is een God van liefde. You say, Brother Paul, but you talk about judgment and wrath. Maar zegt u misschien, broeder Paul, u had het toch over oordeel en toren? That's also a part of who he is. En dat hoort ook bij God. Because he is righteous and holy. Omdat hij rechtvaardig en heilig is. But never lose sight of this. God is love. Maar vergeet nooit dat God liefde is. And if you come under the judgment of God. En als jij komt onder het oordeel van God. It will not be his fault. Dan is dat niet zijn fout. It will be yours. Maar jouw fout. It will not be because there is something lacking in the love of God. Het zal niet zijn omdat er iets ontbreekt aan de liefde van God. But it will be your rebellion and your sin. Maar dan zal het jouw rebellie en zonde zijn. Now I want us to go to the book of Revelation chapter 20. Nou, ik wil graag met jullie gaan naar Openbaring hoofdstuk 20. We're going to read verses 11 through 15. We gaan lezen Openbaringen 20 vers 11 tot en met 15. Okay, go ahead, read. Openbaringen 20. Openbaring 20, vers 11 tot en met 15. Het laatste oordeel. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd, geschreven
in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. In one sense I rejoice in this passage. Aan de ene kant verheug ik mij in dit tekstgedeelte. For here we see the ultimate vindication of God. Want hier zien we uiteindelijk de vergelding van onze God. Here there will be no doubt of his existence. Hier zal er geen enkele twijfel meer zijn ten aanzien van zijn bestaan. No longer will men mock God. En de mensen zullen niet langer spotten met God. No longer will men say evil things about him. En niet langer zullen mensen nog iets kwaads van hem zeggen. No longer will they doubt his existence. Ze zullen niet meer twijfelen aan zijn bestaan. There are no atheists in hell. In de hel zijn geen atheïsten. Because everyone in hell is a believer. Iedereen in de hel gelooft. They now believe. Nu zijn ze tot geloof gekomen. So I rejoice in this. Dus daar verheug ik mij in. That God will prove himself to be right on that day. Dat God zal laten zien dat hij rechtvaardig is op die dag. And even those who are judged. En dat zelfs degenen die geoordeeld worden. And sent to hell. En naar de hel worden gestuurd. Will raise their hands and declare that God has done right. Die zullen hun handen opheffen en verklaren dat God het juiste heeft gedaan. There is another reason why I rejoice in this passage. Nou, een andere reden waarom ik mij verheug in dit gedeelte. Because all my sins have been forgiven. Is dat al mijn zonden zijn vergeven. All my sins were judged in the person of Jesus Christ. Al mijn zonden werden geoordeeld in de persoon van Jezus Christus. If I thought that there was only one sin still left on me. Als ik het idee had dat er ook nog maar één zonde op mij zou rusten. I would be terrified by this passage. Dan zou dit gedeelte mij uiterst bang maken. They would have to drag me into this throne room. Dan zouden ze me voor die troon moeten sleuren. Because I know that if the one sin of Adam was enough to cast the entire world into condemnation. Want als ik weet dat één zonde van Adam genoeg was om de hele wereld in de veroordeling te brengen. Then all my sin is certainly enough to condemn me. Dan zijn al mijn zonden zonder meer genoeg om mij te veroordelen. But there's another sense in which this passage brings great sadness to my heart, because they were under the condemnation of God. Dat hij huilde om zijn volk omdat ze onder het oordeel van God waren. He even said that he would have his own self accursed if it could mean the salvation of his people. Hij zei zelfs dat hij zou willen dat hij zelf vervloekt zou worden als dat de behoudenis van zijn volk zou voortbrengen. So I look at this passage and I realize that literally millions, even billions of people will be swept away into hell. Dus ik lees dit gedeelte en ik word me ervan bewust dat miljoenen, misschien zelfs miljarden mensen naar de hel zullen gaan. I would not be a faithful minister of the gospel if I did not tell you this. Ik zou niet een getrouw dienaar van het evangelie zijn als ik dit vanavond niet tegen u zou zeggen. But there's something that I want you to notice about this throne. Maar er is iets wat ik wil dat je gaat zien ten aanzien van die troon. And it is this. En dat is dit. Judgment has not yet come. Het oordeel is nog niet gekomen. This day is not yet here. Dit dag is nog niet gekomen. There is still hope for you. Er is nog hoop voor jou. You do not have to die and be judged in your sin. Het hoeft niet zo te zijn dat jij zult sterven en veroordeeld zal worden vanwege je zonde. For there is still an olive leaf of peace being held out to you. Want er is nog steeds dat olijfblad van vrede dat aan jou wordt uitgereikt. Here we have the throne of God in judgment. Hier hebben we de troon van de Heere God van waaraf wordt geoordeeld. But in chapter 4 we also have a picture of the throne of God. Maar in hoofdstuk 4 wordt ons ook een blik op de troon geschonken. And I want you to turn to chapter 4 verse 3 and we're going to compare the two thrones. En ik wil graag met jullie kijken naar Openbaringen 4 vers 3. 4 vers 3. Chapter 4 vers 3. Ja, hoofdstuk 4 vers 3. En dan gaan we die twee tronen met elkaar vergelijken. I'll read it. In chapter 4 vers 3 we see the throne of God as John saw it. In hoofdstuk 4 vers 3 zien wij de troon van God zoals Johannes die zag. It is not yet the judgment throne. En dat is nog niet de troon van het oordeel. And let's look at the difference between this throne and the one that John sees coming later. En we zullen kijken naar het verschil tussen deze troon en de troon die Johannes later ziet verschijnen. In verse 3 it says, and he who was sitting was like a jasper stone and a sardis in appearance. En die daarop zat
was in het aanzien de steen jaspis en sardis gelijk. Now I want you to know something here. In this first picture of the throne of God, we see a revelation of God. In dit eerste beeld dat wij krijgen van de troon van God, komt tot ons een openbaring van God. We see here that God is making himself known. We zien hier dat God zichzelf bekend maakt. He is not hiding in judgment. Hij verbergt zich niet in het oordeel. But he is sitting there. Maar tegelijkertijd brengt dit gedeelte ook een grote droefheid in mijn hart. As Paul said about his own people, that his heart was broken over them. Zoals Paulus ook schrijft over zijn houding jegens zijn eigen volk, dat zijn hart over hen verbroken was. That he wept for them.